Vandaag maakt de regio zich op voor de tweede wandeldag van de Nijmeegse Vierdaagse. En dan gaan we in westelijke richting, richting de Uiterwaarden. Dat Nijmegen een stad is dat veel te verduren heeft gekregen tijdens de Tweede Wereldoorlog, dat weten we allemaal. Voorbeeld daarvan is het bombardement van 22 februari 1944. Daar is dit het monument van, de Schommel. Maar na de bevrijding van Nijmegen bleef het nog maandenlang in de frontlinie liggen. Daardoor bleef het ook nog lange tijd onrustig in Nijmegen. Een half jaar lang droppen de Duitsers nog granaten op de stad. Er zijn veel geallieerden gelegerd in Nijmegen om de aanvallen van de Duitsers af te weren. Maar toen op 17 maart 1945 de laatste granaat viel op Nijmegen, waren er meer dan 2200 slachtoffers te betreuren. En dit is een monument om hen te herdenken. Daarnaast waren er meer dan 5000 woningen vernield. Dat betekent duizenden mensen waren dakloos. Maar niet alleen in Nijmegen komen we dit soort plekjes tegen. Ook daarbuiten. Dus laten we gaan lopen voor de tweede dag van de Vierdaagse en laten we snel naar de wedren gaan. Vanaf de wedren zijn we meegelopen met de wandelaars van de 50 kilometer. En dan komen we in Niftrik en dat brengt ons bij de eerste locatie van vandaag. In Niftrik ligt de brug van de A50. Daar lopen de wandelaars tweemaal onderdoor. Die A50 werd ook gebruikt tijdens Operation Market Garden. Toen noemde men het Hell's Highway. Geallieerden probeerden via deze weg zo snel mogelijk naar Arnhem te komen. Maar de Duitsers staken daar een stokje voor en vuurden massaal op de geallieerden. Inmiddels is de 50 kilometer aangekomen in Wijchen en daar komen de 30 en de 40 kilometer er ook weer bij. En dan gaan we naar onze volgende locatie en dat is in Beuningen. Dus we stappen door. Als de wandelaars Beuningen binnenlopen, dan komen ze langs dit monument. In de nacht van 22 op 23 juni 1943 is hier een vliegtuig neergestort, een Lancaster. Die was namelijk onderweg samen met 557 andere toestellen richting Duitsland om daar het Ruhrgebied te bombarderen. Een van die toestellen werd onderschept door een Duits toestel en werd neergeschoten. 6 van de 7 bemanningsleden kwamen daarbij om het leven, behalve sergeant Ted Williams. Hij wist zichzelf te redden met de parachute. 5 jaar later, in 1950, was hij er zelfs bij toen dit monument werd onthuld. Aan de andere kant van Beuningen vinden we nog een monument wat te maken heeft met de Tweede Wereldoorlog. Het ligt niet op de route, dus we maken een klein uitstapje. Dit monument, dat eruit ziet als een propeller, zit ook een onderdeel in verwerkt van het toestel wat is neergestort aan de andere kant van Beuningen. En dit monument is ter nagedachtenis aan alle geallieerde vliegers die zijn gesneuveld tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Als de wandelaars eenmaal Beuningen weer hebben verlaten, lopen ze via Weurt richting Nijmegen en komen ze langs de Oversteek. Dit is exact de locatie waar op 20 september 1944 de geallieerde soldaten de Waal overstaken. En dat deden ze terwijl er veel stroming stond, ze geen roeiervaring hadden en de Duitsers hun ook nog eens een keer hadden opgemerkt, dus begonnen te schieten. Tijdens deze overtocht zijn er 48 soldaten gesneuveld. Ter nagedachtenis aan deze soldaten zijn er 48 lantaarnpalen geplaatst aan beide zijden van de brug. Elke avond gaan deze één voor één aan en lopen één of meerdere belangstellenden over de brug. Ter nagedachtenis aan deze soldaten. Dit noemen we ook wel de Sunset March. Nadat de wandelaars langs de Oversteek zijn gelopen, lopen ze via het Waterkwartier onder de Heeselpoort door langs het George Evensplein. Hier vinden we ook nog een oorlogsmonument, want hier ligt de gedenksteen van Jan van Hoof, de man die de Waalbrug redde op 19 september 1944. En dan het laatste gedeelte van de tweede wandeldag, richting de wedren over de Waalkade bij Nijmegen. Gisteren liepen ze er nog overheen en vandaag zien we hem liggen. De brug waar zo hard om is gevochten, de Waalbrug. En zo zijn de wandelaars weer terug op de wedren en zit de tweede wandeldag er weer op van de Vierdaagse. Morgen gaan we richting het zuiden, dan komen we onder andere door Mook en door Groesbeek. Ook twee belangrijke plaatsen tijdens Market Garden. Bedankt voor het kijken en graag tot morgen.